Is it an instant yes from you? Yes, as a matter of fact, I could barely let you finish proposing. I was like, can I say yes now? De Britten, en wij ook, geef maar toe, verheugen zich op een nieuwe royal wedding. Prins Harry en Meghan Markle geven elkaar in mei het jawoord in de St. George's Chapel bij Windsor Castle. De plek waar Charles en Camilla 12 jaar geleden ook trouwden, werd deze week bekend. Welkom bij De Vijf. Ja, smullen natuurlijk voor royalty fans. En wij moesten hier gelijk terugdenken aan 5 andere verlovingen. 5 koninklijke aankondigingen daarvan. De eerste natuurlijk in maart 2001. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u de verloving aan te kondigen van onze zoon Willem-Alexander met Maxima Sorgheta. En wat zijn ze geliefd samen, hè? Maar vooral Maxima stilt de show. Nog niks veranderd eigenlijk. Een klein jaartje later is het al zover op 2-2-2002 in Amsterdam. Het volk voor het paleis op de Dam is uitzinnig. We worden verwend zelfs met een hele dikke kus op het balkon. Kortom, een dag om door een trouwringetje te halen was het. En opvallend is dat Beatrix in haar aankondiging bijna dezelfde zin, exact dezelfde eerste zin gebruikt als haar moeder Juliana bij haar en Klaus, nu ruim 50 jaar geleden. Paleis Soestdijk, 28 juni 1965. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u nu zelf de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Klaus van Amsberg. Ook geen zorgeloze verloving. Bij Maxima is het gedoe over de vader. En Beatrix heeft nog maar 20 jaar na de oorlog een Duitser uitgekozen. Maar Klaus groeit langzaam maar zeker uit tot een van de meest geliefde leden van de koninklijke familie. Ze zouden 36 jaar getrouwd blijven tot de dood van Klaus in 2002. Het volgende huwelijk van hun zoon Prins Friso duurde maar 9 jaar. April 2004 in Delft. Mabel is de gelukkige in een jurk van Victor en Rolf. Sober, want Juliana is hier nog maar een maand geleden overleden. Na hun verloving ontstond een rel over Mabels contacten met drugscrimineel Klaas Bruinsma. Ze trouwen toch, ook al kost het Friso zijn titel Prins der Nederlanden en zijn lidmaatschap van het Koninklijk Huis. Friso overlijdt in 2013 aan de gevolgen van een ski-ongeluk anderhalf jaar eerder. Diana dan, die in Parijs omkwam bij een auto-ongeluk. Haar huwelijk met Charles eindigt een paar jaar eerder in een scheiding. Ja, en dat ze niet zo gelukkig waren, dat kon je eigenlijk bij de verloving in 1981 al zien. And I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Ja, dat zijn toch geen overtuigende teksten, hè, als je bijna gaat trouwen. Maar goed, op 29 juli 1981 is het dan toch zover. De Britten krijgen een sprookjeshuwelijk voorgeschoten totdat ze weerga niet kent. Charles en Diana trouwen in de St. Paul's Cathedral in Londen. En ruim 10 jaar later is het alweer klaar. Met Camilla erbij zou het toch een beetje druk zijn in hun huwelijk, zou Diana er later zelf over zeggen. Ja, dat doen haar zoons het qua liefdesgeluk toch een heel stuk beter tot nu toe. William, zijn verloving, is nu 7 jaar geleden. It was very romantic and it's a very, very personal time for both. And did he get down on one knee? You have to wait and see, that's going to stay a secret, Peter. Geen omstreden contacten of gedoe met vaders. William en Kate trouwen eigenlijk probleemloos. Eind april 2011 volgen 2 miljard mensen alle romantiek via de televisie. En in Londen zelf zijn ook nog eens honderdduizenden mensen op de been. En na de komst van hun derde kindje in april, ergens in mei dus, is het de beurt aan Williams broertje Harry en zijn Meghan. En wij gunnen ze natuurlijk al het geluk van de wereld, dat spreekt voor zich. Tot zover De Vijf. Leuk dat je gekeken hebt. Tot de volgende.